Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt af en toe ook wat regen of motregen, met name in het noorden en midden van het land. De zon schijnt misschien eventjes in Zeeland, maar op de andere plaatsen blijft het overwegend bewolkt. En met de eerste hoeveelheden valt het dan wel weer mee. Uiteindelijk zullen er niet etterlijke millimeters gaan vallen. Maar ook vanmiddag hebben we nog steeds te maken met soms wat regen of motregen. Hier en daar misschien een klein beetje zon. En koud is het niet, want het wordt 16 graden bij een matige westelijke wind. Vanavond weinig verandering in het weerbeeld. In het algemeen bewolking, soms wat gespetter, 13 graden. En ook in de nacht gaat er niet heel veel meer van die temperatuur af. Morgen wordt het 15 tot 17 graden. Met hier en daar wat regen. Met ook momenten dat het wat droger is. Maar voor de zon is heel weinig ruimte. Wind neemt ook wat toe. Vooral in de kustgebieden. Daar kan het vrij krachtig waaien met windkracht 5. En woensdag zelfs krachtig met windkracht 6. Dan in het zuiden af en toe wat zon. De rest van het land nog steeds aanhoudend bewolkt. Beheerbeeld. Met van tijd tot tijd wat motregen en 17 graden. Donderdag de temperatuur wat omlaag. Maar wel meer ruimte voor de zon. En daarna gaat het kwik langzaam omhoog.